Even terug naar een jaar geleden, toen we hier ook zaten. Weet je nog wat je dacht? Ik was ook echt in shock. Een beetje verward wel, ja. En ook wel dat ik dacht, hij heeft aangekondigd zulke vreselijke dingen, niet alleen voor Amerika, maar die ook een vreselijke uitwerking op de wereld zouden kunnen hebben. En eigenlijk, als je nu terugkijkt, gelukkig is hij niet zo effectief in de uitvoering van al die dingen die hij heeft gezegd. Dus het gaat eigenlijk best goed met Amerika. Economisch, sociaal, een stuk minder. Even toch het nieuws van vandaag. Kiezer straft Trump af in Virginia. Ilko, kom ik even bij jou. Er waren twee tussentijdse verkiezingen. Dat gaat wel vaker zo. Tot nu toe won hij die wel. Dit zijn de eerste electorale blauwe plekken die hij oploopt. Ja. Is dat significant? Is dat... Dat is significant. Dit is inderdaad, dat was niet alleen Virginia. Op allerlei plekken ook burgemeesterverkiezingen. New Jersey. New Jersey gouverneurschap. Dit is de grootste klap voor de Republikeinen sinds de verkiezingen. Alleen, je zegt het is ook een klap voor Trump. Die twee moet je echt scheiden. Want Trump behoudt zijn populariteit. Hij is natuurlijk, hij was nauwelijks Republikein toen hij besloot mee te doen. Mm-hmm. Hij wordt door de meeste Republikeinen in Washington bijvoorbeeld net zo gehaat als door de Democraten. Het merk Trump staat recht overeind. De populariteit is niet heel groot, zo tegen de 40%. Maar het is genoeg bijvoorbeeld voor herverkiezing als het puur daarop aankomt. Het Republikeinse merk, dat lijkt wel een beetje down the drain te gaan. Daar is vannacht een goed voorbeeld van. En dat mm-hmm. komt wel door Trump. Alleen hij is een soort teflon dat alles van hem af lijkt te glijden. Dus dit is niet per se een voorbode van rampspoed voor Trump zelf.